In de tweede klasse van het voetbal heeft Antwerpen het nieuwe jaar slecht ingezet. Het verloor op eigen veld met 0-1 van Dessel. En daarmee zet de Great Old de slechte reeks van december voort. Het heeft nu 0-12 en dat tot grote ergernis van de supporters die hun eigen ploeg op de korrel namen. Voor de wedstrijd neemt de Bosuil afscheid van zijn kapitein Karel de Smet. Hij gaat de Zuid-Koreaanse voetbalvelden opzoeken. Het zorgt niet voor extra bezieling bij zijn ex-ploegmaats. De eerste aanval van Dessel is meteen raak. 0-1, het is niet de start waarop Antwerp gehoopt had. De botsende bal van Radko van Simpson verrast zijn gier. We zijn nog geen 5 minuten aan het voetballen of Antwerp hangt al in de touwen. Het is gewoon duidelijk. Op dit moment halen we gewoon niemand van ons het niveau dat we zouden moeten halen. En dan krijg je dit soort resultaten als gevolg. Dus ja, we zitten in de hoeken waar de klappen vallen. Ik zeg het nog eens. De jongeren moeten ook hun kans grijpen en leven als een prof. En als dat kan, dan kunnen we alleen op deze manier eruit geraken. De thuisploeg speelt misschien wel zijn slechtste eerste helft van het hele seizoen. Dessel is de betere ploeg op de Bosuil. De Great Old creëert zelf bijzonder weinig. Echt grote kansen zitten er niet bij. Ruststand 0-1. Om het allemaal nog wat erger te maken, begint de tweede helft ook al slecht voor Antwerp. Niri Sarike gaat veel te hard door. Hij krijgt zijn tweede geel en dus rood. Antwerp moet nog bijna een hele tweede helft met 10 man verder. Met zijn tienen begint de thuisploeg meer druk te zetten en beter te voetballen, maar een goal zit er niet in. Het Antwerp publiek wil bloed, zweet en tranen zien en krijgt dat te weinig. Je creëert het zelf, hè, door het spel dat we vandaag gebracht hebben, het verlies. Bijna wordt het nog erger, maar Sengir is alert. Het kleine Dessel wint verdiend van Antwerpen met 0-1 en haalt zo een 6-6 tegen de Great Old. We wisten dat die 5-0 in het achterhoofd zat van in Dessel. En we wilden het jaar heel positief inzetten en die schanden eigenlijk van de heenronde wegwissen. Maar het is nog eens zo erg geworden natuurlijk vandaag.